Het valt nogal eens voor dat er mensen in een cursus belanden om coach te worden die zelf nog met een burn-out zitten. Die nog gegrepen zijn door de uitdaging zelf van de symptomen en de zelfzorg. En toch willen ze eigenlijk al coach worden en daar andere mensen mee gaan helpen. Wanneer is het deontologisch verantwoord, dat vragen me heel vaak af, om studenten te aanvaarden die zelf nog met een burn-out zitten, met perfectionismepatronen bezig zijn? Wanneer kunnen we aanvaarden dat die ook zich daar professioneel mee gaan zich op de markt brengen? Wel, het antwoord heb ik gevonden bij een boek van Mario Boer, die ik in Groningen ben tegengekomen. Dat gaat over de weg van levenservaring naar ervaringsdeskundigheid. Het is niet omdat je een ervaring hebt van burn-out dat je meteen ervaringsdeskundige bent. Je hebt natuurlijk de ervaring van binnenuit, maar er is toch nog wel een hele weg te gaan. En dat wordt in dit boek heel goed beschreven. Burn-out komt hier nu niet in voor, maar vele andere voorbeelden, zoals mensen die in hun kindertijd automutilatie hebben meegemaakt, familieleden van psychiatrische patiënten, je hebt dat meegemaakt, verslaafden. Er zijn zoveel verschillende symptomen, armoedegezinnen. De ervaring van binnenuit kan een basis zijn om andere mensen te willen gaan helpen. En dat is ook heel zinvol, om vanuit die ervaring gemotiveerd te zijn. De vraag is alleen, wat is de weg ernaartoe om echt professioneel daar verantwoord mee bezig te zijn? Wel, uiteraard is het zo dat als je een ervaring in iets meegemaakt hebt, een echtscheiding, een armoede, verslaafde enzovoort, dat je eerst dat verwerkt hebt, dat je er afstand van kunt nemen. En dat je er kunt over spreken vanuit een soort nuchterheid, dat je afstand van je emoties hebt, dat je ook fysiek gezond bent. Veel van onze studenten die dan in die cursus van coaching belanden, hebben zelfs het geheugen niet meer zo goed. De concentratie is weg. En toch willen ze professioneel bezig zijn. Dus een eerste stap is het verwerkt hebben, het teruggezond zijn. Een tweede stap is, en dat is een heel belangrijke, om naar ervaringsdeskundigheid te gaan, is dat je je eigen unieke situatie overstijgt en de globale patronen van die zaak, van het onderwerp, leert kennen. Dat kun je doen door te delen. In een zelfhelpgroep, we hebben dat al meegemaakt, het delen van belevingen. Maar het gaat hem ook over het delen van al die verschillende unieke ervaringen rond burn-out bijvoorbeeld. En dan het gemeenschappelijke te zien, de patronen te zien. En dat geeft je ook wel meer afstand van je eigen verhaal. Zo, de kennis creëren, ervaringskennis. Dat is een onderdeel van ervaringsdeskundigheid. Je wordt ervaringsdeskundige in burn-out als je ook de gemeenschappelijke patronen begint te zien, als je dus kennis verwerft over de symptomen en de dynamiek ervan. Maar er is nog een stap verder te doen en dat wordt in dit boek zo mooi gemaakt. Dat heb ik als inzicht meegenomen. Je bent pas professioneel bezig als je dan er nog bij ook methodiek verwerft, theoretische kaders verwerft, wetenschappelijk onderzoek integreert. Dus er is veel meer te doen dan je eigen ervaring gaan verwoorden en gaan kennen. Er is ook nog een echte stap verder te doen. En dat is voor sommige ervaringsdeskundigen toch nog een stap te ver. Want dat vraagt een heel andere insteek. Je wordt professioneel als je je plek vindt in een professionele community die bepaalde denkkaders gebruikt en methodiek hanteert. Dat gaat veel verder weg. Dus ik zou zeggen, en dat is het unieke van dit boek, vind ik, dat we levenservaring kun je gaan opbouwen naar ervaringsdeskundigheid. En van ervaringsdeskundigheid zou je kunnen opbouwen naar professionele rollen. De burn-out coach, bijvoorbeeld. Als je dat niveau niet haalt, of als dat te hoog gegrepen is, en dat is een voorstel, dan zou er een nieuw profiel kunnen op de markt komen van iemand die ervaringsdeskundige is en andere mensen gaat helpen, faciliteren van groepsgesprekken van mensen die gelijkaardige uitdagingen hebben. En dat faciliteren van groepen is dan nog een tussenvorm waarin dat je ook je eigen ervaring kunt benutten. En dan is het natuurlijk geen zelfhelpgroep, maar dan heb je ook toch wel die ervaringsdeskundigheid nodig om mensen op te tillen boven zichzelf en die uitdaging te zien bijvoorbeeld als een kans voor ontwikkeling of als een kans om meer wijsheid te leren kennen en in het leven gelukkiger te zijn. Heel interessant boek met al die prachtige voorbeelden hoe dat mensen vanuit hun levenservaring ervaringsdeskundigen worden en dan ook andere mensen daarmee gaan helpen zonder noodzakelijk die professionele rol in zijn zuivere vorm te pakken. Dus